Schotland heeft in de pool met Spanje gezeten, rond thuis van, van Spanje. En heeft tot het laatste uh, om de eerste plek uh, gestreden. Uh, misschien moet je ze, hè, want je hebt uh, nog een tegenstander die niet bekend is. En het zal gaan tussen Polen, Wales, uh, Finland, denk ik, uiteindelijk. En als dat Wales is, is dat misschien uh, vergelijkbaar. Maar nogmaals, uh, op het eerste oog, ik heb dat nog niet. Uh, dan Wales helemaal ingedoken, Schotland wel. Maar het zijn altijd uh, Engelse ploegen die, uh, die er wel voor gaan en, en die van strijd houden en het duel zoeken. Dus ik denk absoluut dat het uh, een leuke wedstrijd wordt. Nou, je kunt altijd iets uitproberen. Uh, het is wel voorbereiding. Dus, uh, en je merkt ook aan de groep dat het natuurlijk enorm leeft. Zie je ook in de trainingen hoe iedereen uh, bezig is. Want ja, dat is ook eigenlijk logisch, hè, dat spelers natuurlijk toch uh, het beste van hunzelf willen laten zien, want dat helpt uh, altijd richting een uiteindelijke groep. Dus ik verwacht wel dat we echt uh, vol met volle intensiteit gaan spelen. En, uh, ja, en, en resultaat is ook altijd belangrijk, zeker richting een periode van de EK. Ja, hoe meer je wint, hoe, hoe sterker het vertrouwen is ook, uh, ook in elkaar. Heb je altijd een idee als, 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 als trainer, wat misschien je beste elf is, uh, maar daar kunnen zoveel uh, veranderingen in komen. Dat heeft ook met blessures te maken, fitheid, etc. Maar je hebt altijd wel iets in je hoofd. En, maar ik vind sowieso dat je altijd uh, duidelijkheid moet scheppen naar iedere speler, en dat zal ik ook gaan doen richting een EK. Om, om dat, dat men gewoon weet wat, wat hun positie is. En, en daar moet concurrentie in zijn. En ja, wij, wij starten ooit een EK 88 zonder Marco van Basten En uiteindelijk was hij hè, de topscorer. Dus er kunnen heel veel dingen gebeuren. Er kunnen veranderingen komen. Maar... En dat maak je duidelijk. Want ik vind altijd dat je als speler duidelijkheid moet hebben van je, van je trainer. De laatste jaren hebben we vooral gezegd: we hebben, we hebben een goede groep. We hebben een leuke groep. Um, wat ook zo is. Maar ik denk dat het wel nu tijd is. We hebben heel veel jongens die, die spelen bij de top, die vechten voor prijzen, um, ja, die altijd, altijd meedoen voor prijzen. En ik denk wel dat we van elkaar nu mogen eisen van oké, okay, we willen, ik zeg niet we zijn favoriet en dat soort dingen, maar ik zeg wel dat we dat geloof moeten hebben dat we ja, kunnen vechten voor iets. En ik denk dat we dat van elkaar mogen eisen en dat we dat ook nodig hebben dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen, dat we dat van elkaar kunnen accepteren. Um, ja, en dat laten zien op het veld uiteindelijk. Maar ja, ik denk wel, uh, wat ik al zei, het is niet meer uh, een leuke groep, dit soort dingen. Dat, ja, ik denk dat we dat nu gewoon moeten laten zien op het veld, eerlijk gezegd.